Hoi, ik ben Ilona. Als eerste wil ik beginnen met informatie. In de Oekraïne zijn de gevechten uitgebroken. Ik zie dit echt als opruimactie vanuit meneer P, die gewoon de duistere elementen daar aan het weghalen is. Ik zie dit absoluut niet als derde wereldoorlog of begin van de derde wereldoorlog. In de media wordt het natuurlijk zo naar buiten gebracht, maar ja, die zoeken afleiding, die willen angst zaaien. Dus daar wordt dan volop ingegaan. Maar zo voelt het voor mij helemaal niet. Het zou kunnen dat een soort scare event wordt gebruikt door de Witte Hoeden om het leger wereldwijd te activeren. Maar het is afwachten of dat gaat gebeuren of niet. Daarnaast, Trudeau in Canada heeft de noodtoestand ingetrokken. Voor zijn gevoel is dat niet meer nodig. En kan hij met de wetten die er zijn uit de voeten om controle te houden. Nou, ik zie dit als overwinning van de truckers. Volgens mij is het daar absoluut nog niet afgelopen. Maar ik denk dat Trudeau dacht, nou ik haal die toestand of die noodtoestand trek ik maar in. En dus het is heel goed om te zien dat daar dus ook al verandering aan het bezig is eigenlijk. Omslag is eigenlijk al gemaakt, maar het begint nu zich te manifesteren. Minister van Volksgezondheid in IJsland heeft woensdag naar buiten gebracht dat vrijdag alle maatregelen komen te vervallen. Heel goed teken. In Frankrijk, minister van Volksgezondheid Olivier Véran mikt op half maart om de pas te laten vervallen in Frankrijk. Dat is heel interessant. Er moet wel aan wat voorwaarden voldoen, maar dat is wel waar ze naartoe willen. Dus de pas gaat zeer waarschijnlijk verdwijnen in Frankrijk. En hij heeft nog iets interessants gemeld, namelijk dat de vierde steek in zijn ogen niet nodig is in de huidige vorm. Daar is ook al een koerswijziging aan de gang. In New South Wales in Australië vervalt de plicht voor de kapjes in het onderwijs. Vanaf 28 februari is het niet meer nodig in het middelbare onderwijs. En vanaf 7 maart bij de basisscholen en de kinderdagverblijven. Dus dat is een heel goed teken. Er zijn echt veranderingen aan de gang. Nou wil ik graag als eerste gaan kijken naar het parlementair behandelvoorbehoud bij voorstel over de verlenging van het paspoort in de EU tot 1 juli 2023. De Europese Commissie wilde het graag verlengen. Dus dat wordt gebruikt in de EU. Dat als je wil reizen heb je dus zo'n paspoort nodig. Nou, wat is er gebeurd? Omtzigt heeft een motie ingediend in de Tweede Kamer. Die dus oproept tot het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud. En daar is mee ingestemd. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Een parlementair behandelvoorbehoud kan worden aangevraagd als het parlement een voorstel dat in de Raad van Ministers besproken wordt belangrijk vindt voor Nederland. Met het behandelvoorbehoud vraagt het parlement de regering om niet met het voorstel in te stemmen voordat hierover een debat heeft plaatsgevonden. Vervolgens moet de regering de Kamer informeren over de voortgang. Er is dus een stokje gestoken. Dit kan er dus niet zomaar doorheen geduwd worden vanuit het kabinet. Betekent dat er over gesproken moet worden. Dus dat is een heel belangrijk iets eigenlijk wat er gebeurd is. En ik wil ook even naar de energie kijken. Ik heb in mijn video van 11 februari eigenlijk al naar het digitale idee gekeken. En ik wil nu meer gaan kijken naar wat hier nou uit voortkomt. Over de verlenging van dat paspoort in de EU. Even kijken wat de kaarten daarover zeggen. Ik heb de Hoge Priester, de bovenste kaart. Ik heb Page van Bekers, de centrale kaart. De Maan in het verleden. Onder de centrale kaart heb ik de Ridder van Staven. En Staven 2 in de toekomst. En ik trek nog even een extra kaart en dat is de Hoge Priesteres. Dat is interessant. Ik trek nog even een extra kaart. De bekers 8. Heel mooi. Nou, voor mij is dit ook weer een kans, zeg maar. Dus de centrale kaart is weer een kans op verbinding, zo gezegd. Want het gaat over bekers. Maar dit laat dus weer zien dat er een stokje gestoken wordt. Dat dit er zomaar doorheen geduwd kan worden. Er kan dus niet zomaar even getekend worden en dat we eraan vastzitten. Dit moet eerst door de kamers heen. Of in ieder geval een debat moet er worden gevoerd. En dat is eigenlijk wat natuurlijk de Duitsers helemaal niet willen. Maar nu komt dit naar buiten. Dit is eigenlijk een hele mooie kans
En ik heb ook het gevoel dat hier de witte hoede, in ieder geval een witte hoede invloed achter zit. Dat dit ook aangenomen is en dat dit nu ook naar buiten wordt gebracht. Want als ze dit er dus doorheen willen duwen, of in ieder geval dat wij ermee instemmen als Nederland zijnde, moet erover worden gesproken. Dan komt er dingen naar buiten, zeker als het in de Tweede Kamer besproken wordt. Dan kunnen andere mensen ook zien wat er gebeurt en hoe dat besproken wordt. Dus dit is heel belangrijk. In de toekomst lijkt het alsof het nog niet veel uitwerking zal hebben. Er zijn nog wat geheimen op de achtergrond. Het is nog een beetje versluierd. Ik denk dat er nog meer en meer dingen over naar buiten gaan komen. Maar we vertrekken van deze situatie. We laten dit achter ons. Dus het zou mij niet verbazen als dat paspoort niet meer verlengd wordt en uiteindelijk komt te vervallen. We laten deze situatie achter ons. Het is ook een heel bewust besluit. Maar dit is een heel belangrijke stap om het meer in de openbaarheid te krijgen. Dat er dus niet zomaar getekend kan worden. Informatie daarover zal naar buiten gebracht worden. En zeker nu we in deze situatie zitten waarin allerlei dingen komen te vervallen. Waarom moet daar dan nog aan vastgehouden worden? Dus dit is eigenlijk een hele belangrijke stap geweest. Om dit proces, dat er dus even doorheen geduwd zou kunnen worden, tenminste, dat wilden ze natuurlijk vanuit de regering, vanuit natuurlijk de duisteren. Dat gebeurt nu niet. Dat kan niet zomaar. Dat is heel belangrijk. Daarnaast wil ik ook even gaan kijken naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is dinsdag in een hoofdelijke stemming akkoord gegaan met twee wetsvoorstellen. Het wetsvoorstel voor de vierde verlenging van de geldingsduur van de tijdelijke wet maatregelen. En een wetsvoorstel dat dus wat er rondgaat als de A-status heeft gekregen. Dit is heel interessant. Voor mij is dit, dat hoort dit bij het dempen van het moeras. Om dat te kunnen doen, wat ook in Amerika is gebeurd, moet je wel weten wie aan welke kant staat. Dat hebben ze heel duidelijk laten zien door de acties van bepaalde mensen. Van die staat dus aan deze kant en die staat aan die kant. Voor mijn gevoel is dit juist een heel goed teken. Er was ook nog een motie ingediend. Want ik zag ook dat er komt een permanente wet aan. Werd er ook bijgezet bij van ze hebben dit goedgekeurd en er komt ook een permanente wet aan voor de maatregelen. Nou, dat zit iets anders in elkaar. Er is een motie van senator De Boer ingediend en die is ook aanvaard door de Eerste Kamer. Dat de vijfde verlenging, want de verlengingen gebeuren dus altijd achteraf, wat heel handig is voor het kabinet. Dus die gooien er met een koninklijk besluit uit, die tijdelijke, tenminste tijdelijke maatregelen. En dan achteraf wordt er goedkeuring doorgegeven door de Eerste en Tweede Kamer. Nou ja, dan kan je er bar weinig aan doen. Dan denk ik, dan zouden ze bijvoorbeeld niet mee instemmen. Dan is natuurlijk voor die hele periode die tijdelijke wetgeving natuurlijk gewoon van kracht geweest. Alleen dan zou het zeg maar met terugwerkende kracht komen te vervallen. Ik weet niet helemaal hoe dat in zijn werking zou moeten gaan, maar het wordt achteraf bepaald. En dit is heel belangrijk, want daar is ook een verandering in aangebracht. Maar als eerste, die motie van senator De Boer is heel belangrijk. Ten eerste wordt er alleen nog goedkeuring gegeven, zeker omdat het nu heel gunstig verloopt op dit moment, dat de volgende verlenging zich alleen beperkt tot basismaatregelen, zoals afstand, kapjes en hygiëne. En dat daarnaast de hoofdlijnen van een definitieve wetgeving bekend zijn. En daar komt eigenlijk dat vandaar dat er een permanente wet zou komen. Maar het blijkt dat dat wordt geadviseerd door de Raad van State. De Raad van State is een adviesorgaan. En formeel is het hoofd Willempie. En de vicepresident is Tom de Graaf, een D66-politicus. Interessant. En die willen eigenlijk dus dat er een permanente komt, omdat het tijdelijk, dat is eigenlijk geen goede basis. Maar wat staat er in dat, dat eigenlijk het kabinet liever wil dat er elke keer tijdelijk wordt verlengd. En dat is begrijpelijk, want tijdelijk is veel makkelijker om erdoor te krijgen dan een permanente wet. Dan moet er echt naar grondrechten worden gekeken. Dan moet er echt heel grondig worden gekeken of het nog nodig is of niet. Dus het kabinet wil helemaal geen permanente wet.
Dat komt er waarschijnlijk gewoon helemaal niet doorheen. Ik zal zo nog even kijken met mijn kaarten. Dus dat is eigenlijk net wat er met de wespensteek is gebeurd. Er is nu een voorwaardelijke goedkeuring. En dat is natuurlijk bij Die Welt, die bracht natuurlijk ook een artikel, volgens mij vorige week ook, of een paar dagen geleden naar buiten, van wat gebeurt er nu? Want die steken zijn nog helemaal niet volledig goedgekeurd. Die zijn alleen maar tijdelijk goedgekeurd. Wat betekent dat als ze het volledig willen goedkeuren, moet er aan veel meer eisen worden voldaan. En dat wordt gewoon niet geleverd. De bedrijven leveren gewoon de papieren niet. Als het goed is, moet dan ook helemaal bekend zijn wat erin zit. Als het echt volledig goedgekeurd wil worden. Dus dat is heel belangrijk dat dat nu dus gebeurt. Dat als er dus een permanente wet zou komen, moet er met veel meer aangekomen worden dan voor een tijdelijke maatregel. Dus het kabinet heeft liever de tijdelijke maatregelen. En daar wordt nu dus een stokje voor gestoken, want de Kamer gaat daar dus eigenlijk niet meer mee akkoord. En daarnaast, wat dus ook nog heel belangrijk is, is dat er een amendement is aangenomen. Ik zal heel even kijken waar dat ook weer... In de Tweede Kamer is bij de behandeling van de vierde verlenging een amendement aangenomen dat het wetsvoorstel dusdanig aanpast dat er in plaats van toestemming achteraf, wat ik net ook al uitlegde van, hè, ze gooien het er eigenlijk uit via koninklijk besluit en dan achteraf wordt het goedgekeurd door de Kamers, dat het nu vooraf goedgekeurd moet worden. Dat is eigenlijk wat Omtzigt gedaan heeft met voor dat paspoort op Europees niveau, hebben ze nu dus voor de tijdelijke maatregelen, dat het dus vooraf goedgekeurd moet worden. Dat ze dat dus niet zomaar weer even doorheen kunnen gooien en dan zien ze over een paar maanden wel wat de Kamers nou eigenlijk gaan doen. Dit is dus heel belangrijk. Dit is voor mijn gevoel echt juist een goed teken. Dus ik ga ook even kijken met de kaarten hoe dit nu gaat verlopen of wat de energie hiervan is. Even kijken. De duivel, dat is de bovenste kaart. Staven 3 is de centrale kaart. Staven 2 is de kaart in het verleden. Het oordeel ligt onder staven 3. En dit is de toekomst. Koning van pentagrammen. Ik trek nog even een extra kaart. Pentagrammen 8. Ik heb nog het gevoel dat ik nog een kaart wil trekken. Ridder van zwaarden. Oh, dat is interessant. Nou, ten eerste is dus volgens mij door dit alles heel duidelijk waar de donkere energieën zitten. Wie waar voor staat en wie welke agenda naar buiten rolt. Dat was heel belangrijk. Daarom is de houding eigenlijk ook even wachten en kijken wat er naar ons toe komt. Dat is natuurlijk wat ik al aangaf, ook in de Amerikaanse politiek en eigenlijk ook wereldwijd. Natuurlijk ook met Trumpje, die is nu ook helemaal in het licht gezet. Dat is ook de bedoeling van dit allemaal, om juist deze invloeden in het licht te brengen. Van kijk, deze personen rollen deze agenda uit. Het is eigenlijk ook het oordeel van nu kunnen mensen ook echt zien wie waarvoor staat en dat er transformatie natuurlijk op dat gebied nodig is. En dit is wel heel belangrijk in de toekomst. De koning van pentagrammen, voor mijn gevoel, komt er steeds meer weerstand tegen deze maatregel. Zeker omdat er eigenlijk geen basis meer voor is. Het wordt eigenlijk bijna een belachelijke vertoning. Dus ik denk ook dat dit gewoon anders wordt ingericht. Er wordt ook hard aan gewerkt op een andere manier dit vorm te gaan geven. En ik denk ook dat het door de weerstand komt te vervallen. In ieder geval al die maatregelen. Ik heb niet het gevoel dat dat nog terug gaat komen in deze vorm. Er wordt nu eigenlijk het vuur aan de schenen gelegd. Van het kabinet ook, van die willen natuurlijk van alles er doorheen duwen. Dat gaat dus nu niet meer. In ieder geval niet met de komende verlenging, de vijfde verlenging. Het is ook de koning van pentagrammen. Er was nu, plannen worden nu uitgerold, dingen worden nu naar buiten gebracht. Ik zie ook dat er hard gewerkt wordt om op een andere manier hierin te gaan staan. Daarom willen ze ook een permanente wet, zoals ik al aangaf. Dan moeten er veel meer naar de grondwetten gekeken worden. Dan moeten er veel meer naar hoe ze dat willen doen. Er wordt dan veel duidelijker neergezet wanneer het in werking gezet gaat worden of wanneer niet. Dus ik zie dit eigenlijk als heel positief. Ik denk wel dat ze er nog aan de slag mee gaan. Dat wil zeggen dat er misschien nog wat voorstellen ingediend gaan worden. Maar uiteindelijk zal er gewoon te veel weerstand zijn om dat nog naar buiten te brengen. Dat is mijn gevoel hierbij. Dit is echt deze hele actie om
deze invloeden duidelijk te krijgen, ook in de Eerste Kamer, hoe het zit, wie waar staat en hoe dat naar buiten wordt gebracht. Dus ik zie dit eigenlijk als een hele gunstige ontwikkeling op dit gebied. Nou, hier wil ik het graag bij laten en hopelijk tot de volgende video. Dag!